Deze nieuwsuitzending is van zaterdag 10 oktober 2020. Ik weet niet precies het weeknummer. Het zou ook handig zijn, want in week 12 begon het gesodemieter. Op de zondag. Toen moesten alle kroegen dicht om 5 uur s middags. Per vijf uur s middags. alle kroegen deurt. Ja, ja. En gisteren was ik weer even in de kroeg. En ik kwam hier in Arnhem regelmatig in twee kroegen: namelijk het streetcafé. en Café de Wacht. Het streetcafé. Heeft het loodje gelaten. Je kan de tent kopen voor 30 ruggen. Dat is 30.000 euro. Zonder personeel. Iedereen heeft de hoop al verloren. Ja, leuk is dat. Een café de wacht is nog open. En gisteravond was ik daar even. En toen om tien uur ging Sander. Die kan zo goed schaken. En die hebben een hele luide stem. Laatste ronde! Alsof het onze schuld was. Hij, hij, hij had er zwaar de pest in. hè. En het was koud buiten, man. Niemand mocht naar binnen. Hup, de gaat omzet. Ik had er zo nog een tientje tegen aangesmeten. Maar ja, als het de laatste ronde is, ja, dan gaan we maar naar huis, dacht ik. Hè? Kijk, de Albert Heijn is altijd nog goedkoper dan Café de Wacht, hoor. Als het gaat over alcoholpromulagevergoeding per eurocent. En Sander had een zwaar de pest in. Dat neem ik hem niet kwalijk. Ik heb met die man te doen. Ik heb ook met al die gasten van Café de Wacht te doen. Hoe moet dit gaan? Zo was het weer? Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? En waar komt die rotzooi toch vandaan? Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een saai kasteel, dacht ik. Of paleis. Waar eens de boterbloempjes bloeiden, staat nu een saai paleis. Waar moet dat heen? Hoe zal dat gaan? Waar komt die rotzooi toch vandaan? Positief vind ik dat het nu duidelijk wordt, ook voor Sander, dat er iets grondig mis is met het bestuur van het land, Nederland. Grondig mis met justitie en gerechtigheid. En ik weet nog dat in die dagen dat die zaak Marianne Waesstra in de kranten stond, dat ik stil stond bij het gedrag van die advocaat van Jasper Scheringa en die advocaat die heette iets als Vlug of zo. En die advocaat heeft op het journaal laten uitzenden. dat hij die middag had gezegd: Mijn cliënt is schuldig. Dat hoort een advocaat niet te doen, hè? Dacht ik. De meneer gaat even met zijn muil op het NOS-journaal zeggen. Ja, Jasper Scheringa ja, die is schuldig en uh, ik moet hem verdedigen. En dat wordt een hele klus, want hij is schuldig. En toen zei Sander van nou moet je ophouden dat van jou altijd over dat er dingen aan de hand zijn en doe een beetje normaal man. En, uh, en mensen hier in Café de Wacht vinden het niet leuk om dat soort verhalen alsmaar weer van jou te horen. Nee, ja, maar nou brult hij gisteravond om tien uur s avonds uh, laatste ronde met een kwaaierkop. Alsof het mijn schuld is. Dus het wordt mooi duidelijk voor uh, Sander dat ik destijds uh, al... Uh, If I had a hammer, a hammer in the evening, a hammer in the morning, all over this land. I ring me in the ding-dong, I the clock louder, I sing about the love between the brothers and the sisters. Oh-oh, all over this land, I... Nou, hebben we het Volgens mij overleeft Café de Wacht de winter niet, hoor. Zei iemand tegen mij: van ja, dat redden ze wel. Want dat terras dat pompen ze wel vol met elektra. Dan heb je van die verwarmingsdingen erboven hangen. Ja, en die zijn is bij elkaar 4 kilowatt of zo. Nou, dan ga je maar je elektra-rekening uh, narekenen. Dus je 4 kilowatt een uur lang laat burn, baby, burn, disco, inferno. Als je het met 4 kilowatt redt. Dat is het dan 4 uh, kilowatt uur. Een kilowatt uur, daar betaal ik 20 cent voor. Dat is cent per uur. Hè. Ja, dan moet er wel gezopen worden. Ja, toch? Anders doen we de terrasverwarming maar uit. Nee, ik vraag me af of ze dat redden, hoor. En vind ik het jammer dat die kroegen weg zijn... Ja... Dat is het. En het is de zoveelste kroeg in Arnhem die... Op de grens van omvallen staat. En dat staat de voortplantende Hema ook. De Hema is straks ook weg hoor. You believe me? Ze knijpen de hele boel af. Zo. Je had hier in Arnhem bij de korenmarkt. Jongen, jongen, jongen. Daar kon je vroeger over de hoofden lopen. In de jaren zeventig zijn daar pistoolschoten gevallen. Dan durfden mooie dochters daar niet naartoe. Tenzij ze een protégé hadden. Nee, hoe noem je dat? Een chaperon. Een grote stevige kerel. Nou, dan durfden die meisjes wel naar de korenmarkt. Nou, dat is niet meer. Je kon daar vrijuit lopen, hoor. Dat is allemaal dicht. Ah, allemaal dicht is ook niet waar. Maar die geinige tenten zijn weg. De Manhattan is dicht. En, uh, en, die, en de danstent, de Escape of zo, die is ook dicht. Dan heb je nog de Café de Buik. Maar die is ook dicht. Eeuw. Ja, dan blijft er niet veel over. Ja. En de brigand is failliet. Uh, die wordt dan weer opgestart. Maar ja, dat zal dan wel weer kloppen. Maar... Het wordt niet beter. Het wordt minder. En mijn dochter zal gelijk zeggen: dat is maar goed ook, want wij consumeren te veel. Ik maak me er geen zorgen over. Ik vind het jammer. Dat is, dat is alles. En er komt wel weer wat voor terug. Dat, uh, daar maak ik mij geen zorgen over. Het komt altijd terug. En we gaan wel een leuke periode in waar die maloten mee bezig zijn. Wat doen ze nou, man? Kijk, 2020 is behalve week 12 tot en met week 19 een uitermate goed en gezond jaar. Qua levensverwachting. En dat is het al heel lang in Nederland. Dus mensen werden vroeger 40 of 30, die periode hebben we ook gehad. Hè? Je, je wordt geboren, en je wordt 30 en je gaat dood. Nou, toen werden we 40, toen werden we 50 en, nou, en nu zitten we ja, boven de 70. En het blijft maar stijgen. Hè? Serieus. En die oudjes, die kosten klauwen met geld. Vroeger niet, hè? Als je vroeger een oma had van 90, daar had je geen last van, want die ging sokken stoppen. Ja. Je hebt oma in huis, maar dan werden wel de sokken gestopt. Want dat kon oma nog wel. Met de knokige vingers. Maar wij hebben al die zorg uitbesteed. En nu moeten die oudjes verzorgd worden in peperdure instanties. Instellingen, terreinen, gebouwen met een portier. En dat kost klaar mijn geld. Ik denk dat het daarom gaat hoor. Dat ze die oudjes willen wippen. En die jongen ook, die jongelingen ook. Hoor. Dus iedereen wordt. Ja, ze, ze haten ons. Punt. En dit soort tafereelen heb je niet in, uh, in Zimbabwe. Nee, hey, die heb je in Nederland. En in Denemarken. En in Zweden. En Noorwegen. Finland. Duitsland. Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Engeland, New York. Ze haten ons. Wij moeten weg. Wij passen niet in hun plan. Chill. Nou, dat is onaangenaam, denk ik. Of vervelend. Dat uh, verklaart een hele hoop. En jij moet je afvragen. waarom willen ze nou specifiek van ons af? Waarom willen, gaan ze niet die Zimbabweanen pesten? Want Zimbabwe. dat was vroeger Rhodesië. En dat. Dat land is vernoemd naar Cecil Rhodes. En dat was een blanke. En Cecil Rhodes heeft van Rhodesië een, een vruchtbare economie gemaakt. In de zin dat Rhodesië zoveel landbouwproducten produceerde dat ze het zelf niet op konden eten. En wat moet je dan met al die groenten? Ja, verkopen natuurlijk. En dat was Rhodesië. En toen kwam Zimbabwe met Mugabe. Toen werden de blanke boeren die werden van hun land verjaagd. En dat land werd teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. En de rechtmatige eigenaren hadden niet zoveel verstand van landbouw. Ze waren wel heel blij met het land en dat die blanken weg waren. En toen is, uh, ja, nu uh, moeten ze dus uh, voedsel importeren, want anders verhongeren de Zimbabweanen. Nou, kennelijk hebben ze die boel onder controle. Dan komen ze nou ons pesten? Ja, ik weet het anders ook niet hoor. Ik heb het idee dat ze bepaalde regio's voorlopig met rust laten. Laat maar even gaan. Eerst even Noordwest-Europa pakken. En de rest komt vanzelf. Zoiets. Ja, gij zult niet doden. Gij zult niet moorden. Voor de rest zou je die kogels allemaal door die koppen willen rammen. Met je blote handen. Het is tuigen. Het is waarlijk tuig. Je moet het ophangen. En dat gaan we niet doen. Nee, wij. Wij gaan dat niet doen. Wij zijn Bijbels. Wij. Elohim. Romeinen 12, vers 19. Vengeance, mine. Dat is voor ons duidelijk. Dat staat in het Grieks ook heel duidelijk. Vengeance, mine. Duidelijke taal, Sabine. Dus wij hebben dit te verduren, wij hebben dit te verdragen en meer niet. En wat moet je doen? Ja, je moet medelijden hebben met de mensen in je omgeving. En wat is daar nieuw aan? Helemaal niks. Ja, dat was altijd al zo. Maar toen dacht jij, ja, mijn buurman die heeft een lekker wijf en een mooie auto en een grote stereo en met hem gaat alles goed. En toen had je niks in de gaten. En nu gaat het met je buurman niet meer zo goed, want die kan niet meer naar de kroeg. Want die wordt er om tien uur van het terras af Want de Russen komen eraan. En zo verpauperen wij. Ja, dat kan heel heilzaam zijn. Want het gaat niet om rijkdom, bezit, dat slaat helemaal nergens op. In je laatste hemd zitten geen zakken, dacht ik. En je bent hier op aarde geboren om de schepping te dienen. En daarmee dien je de Heer. Want die wil dat. De Heer wil graag een schepping die voor zichzelf zorgt. En opbloeit. De Heer wil het gevoel krijgen dat hij goed is. En dat blijkt uit ons. Als wij niet goed zijn, dan is God dan ook een uh, slappe piemel. Snap je? En daar houdt hij niet van. Leer mij God kennen. Ik heb hem één keer ingezien... Letterlijk, ik lieg nu niet. Ik heb hem ingezien. Ik ben nog nooit van mijn leven zo bang geweest. En sinds die tijd begrijp ik die uitspraak van Christus een stuk beter. Want ik ben de weg, de waarheid en het leven en niemand komt tot de Vader dan door mij. En dat is een heel goed advies. Want je schrik je eigen helemaal lipblazer. Dus. Het is niet iemand om persoonlijk lastig te vallen. Want die heeft in principe geen tonderen met jou te maken. Die vraagt zich alleen maar af: wat heb je gedaan met mijn talenten? Ik heb jou talenten gegeven en schuift dat toch wat, klootzak? Of doe ik er beter aan toe om je uit te schakelen? Want dat kan ik ook. Dat zei hij aan de, de dokter. Uh, laten we het ergens anders over hebben. Sorry. Ik bedoelde het niet zo. Ja, ja, het is een kwestie van inzien, snap je? En als je dat inzicht hebt, dan ben je vrij. Dan ben je alleen nog maar bang voor God. <coughs> <coughs> ja, <coughs> <coughs> ja dan ben je alleen. <coughs> oh, Goede wiet, zeg. <coughs> ja, Goede wiet laat je hoesten, huste. <coughs> Hoest opwekkend middel. Hier was <coughs> zo moet er even uit. Hoor. <coughs> dat lucht op. Kijk, dat is jouw contract. Ja. God heeft jouw talenten gegeven en je levert wat op of niet. Het maakt hem geen donder uit. Hij is de voortplantende eigenaar van alles. Die, die, die Arabieren die zeggen dan Allahu Akbar. Dat vind ik poëtisch, prachtig. God is groter. Ik doe een nou klemtoon vergipsing maken. Groot er. Groot ter. Dus je hebt het idee van groot. En dan heb je groter. Dat kan je ook een ding noemen. God is groter. Groot er. La, ila ha, dat is er ook zo in. Die is perfect. Die onderschrijf ik. Ja. En Mohammed de Rezulallah zet ik ook met paraaf onder. Ja, dat is mij duidelijk hoor. Mohammed, die rooselt van hem. Ja, Mohammed de Rezulallah. Ja, inderdaad. En wat is Allah? Nou, Allah ilaha illallah. Dat lijkt me nogal duidelijk. Ik probeer af en toe een beetje woedend over te komen. Want dan heb je meer aansluiting met die Mohammedanen. Die ook het zwaard in de linkerhand hebben. <coughs> en hij rammen met die handel. Iedereen is bang. Het slaat nergens op. Het echt slaat nergens op. Je moet bang zijn voor God. En als je de boel niet vertrouwt, dan is Christus de deur. En voor de rest moet je je muil houden. Het, het feit dat je doodgaat maakt niet uit. Het, het, het gaat erom: ga jij dood zoals die vader, die bezongen is door de verleidingen, de temptations, in B-minuur. Uh, ik noem dat uh, negermuziek. Of negerouine, mag je ook zeggen. Ik heb er heel veel bewondering voor. Uh, die. Wat die als je die blanke muziek hebt, dat is allemaal afgesproken werk. He? Iedereen heeft het in zijn kop. En, en dan druk je op een knoppie en dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6. Snap je, dat is blanke muziek. Afgesproken werk. Je hebt ook uh, negro muziek en dat spreken we niet af. We gaan het nummer nu eindelijk een keer mooi. Spelen en dat iedereen mee mag doen. Dus die lui met die trompetters, die wachten rustig op hun beurt. En we beginnen met de bas. En niemand hoeft wat in zijn hoofd te leren, want het akkoord is B mineur. En daar kan je je niet in vergissen. Kijk, bij Bach, dat zie je die blanke kutzooi. Ja, heb je je geen groot. Bach, Bach, Bach. hebben die negers geen last van. Want dat is wat malle uit Duitsland. En dat nummer uh, je vader was een klootzak... Het is goed, jongen. Je vader was een klootzak. Als hij ergens sliep. dan was hij gelijk thuis. Hij, uh, hij was een soort uh, dakloze wijvenneuker. En uh, onze erfenis. dat is deze brief: waarin staat dat men nog geld te goed heeft. Van ons. Ha, oh, 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 oh. wat leuk zegt zo'n vader. Hij is die pleurisklankerleier eindelijk dood? En dan moeten we nog betalen ook. En dan heeft hij een dag van zijn leven gewerkt. Je weet nu welk nummer dit is. Hè? <laughs> toch? <laughs> In baby <Neur. laughs> Ik heb toch alles verklapt. Hè? It was the 3rd of September. The day I always remember. That was the day my daddy died. Geweldig nummer. Ik ben pro-neger. Dat, dat uh, ik weet niet of dat tegenwoordig gezegd mag worden. Of moet je dan zeggen, ik ben pro-neger, Maar dat, dat vind ik niet. Ik ben pro-neger. Ik vind dat negers een, een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik denk dat het zin heeft om die negers een steuntje in de rug te geven. En dat krijgen wij tienvoudig terug. Geloof me. Het medelijden. En in deze dagen met negers. Iedereen met een kleurtje. En uh, al die uh, mislukkelingen. Ja, steuntje in de rug. Laat weten dat jij er ook bent. Dat er niks aan de hand is. Jezus leeft. Dat is de truc die je moet snappen. Ja, maar Jezus is gestorven aan het kruis. Hij leeft. Welke homo haalt het nou in zijn hoofd. als die carrière aan het maken is. om er na drie jaar een punt achter te zetten? Dat doe je toch niet? Kijk, een beetje homo. als Elvis Presley. die gaat lekker door. met. Uh, in de ghetto, in de ghetto. en uh, welke vrouwen ga ik ghettoen. I'm gonna get some ghetto women. of zo, weet ik wel wat, wat ideeën met die drugs en zo. En dan met een dikke buik. Uh, als je 46 of zoiets. Kijk, zo moet je het doen. Ja, die Christus die gaat op zijn 33ste een beetje. Ha -ha -ha, heer, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Let's dance. Ja, daar komt het op neer, snap je? Ik, ik, je kan zeggen, ja, Pirri, het is heel grof wat je zegt. Ik bedoel het ook heel grof, want anders begrijpen jullie het niet. Dit is het punt. Dan moet ik hier afgelopen zijn, en basta. basta. En je doet je mondkapje op in de bus. Heb je het goed begrepen? En niet zeiken, alsjeblieft. Want oh, die mensen die zeggen. Ja, maar als op die manier. dan nou, dat, dat pik ik niet. Ja, jij, ja, homo. Denk eraan. Je moeder wil trots zijn op jou. Lijkt mij. Hé. Niet iedereen heeft een moeder die daartoe in staat is om trots te zijn op haar zoon. Dat is zo. En er zijn ook zonen die er helemaal niks van bakken. Ja, dat is nog erger. Of dat is erg en dat andere niet. Dat jij een kerel bent en je moeder die is niet trots op jou, dat, dat, wat maakt jou dat uit? Je bent toch weggekropen uh, uit haar. Nou, lopen door, dacht ik. Hè? Johnny Walker, dat je bent. En voor de rest dien jij als man zo eerzaam te leven en zo eerzaam te handelen. Dat je moeder trots kan zijn op jou. Je moeder kan niet trots zijn op jou als jij, als die uh, een of andere neger bij mij in de bus. En die had een. Had die, nou, die, had die mondkapje, alsof het een grapje was met een skelet erop. Dingen. Het zag echt niet uit. Jongen, jongen, jongen. Jonge. Kijk naar mijn mondkapje. Ja, mijn mondkapje. Uh, ik ben eerst naar mijn, naar mijn baas gegaan. Mijn manager, dus eigenlijk niet eens mijn baas, maar dat, dat heb ik nou allemaal weer geleerd. Ik ging naar mijn baas, dacht ik. Maar dat was mijn baas helemaal niet. dat was alleen maar mijn coördinator. Nou, Oké, okay, ik ging naar mijn coördinator. En ik zeg: uh, kan ik een mondkapje krijgen voor de bus. Hij zei: ja, ik heb de stapels liggen, maar die mag je niet uh, gebruiken. Want die, zijn, uh, ja, die worden bewaard voor als het echt nodig wordt. Ja, Jojo. Ja. Huh. Hij zei ook nog van. Hij zei ook nog van. Ja, ik heb er zo, nog van, ja, ja wacht even. Hij zei. Ik, kan er zo, ik heb er zoveel. ik kan er zo één krijgen. Dus het is geen enkel probleem. Het punt is: als je betrapt wordt met een werkend mondmasker. in het openbaar vervoer. dan kost jou dat 30% van je maandinkomen. Dan word je gekort op je toelage als schoonmaker. Ja, ik draai dus een baantje van het netto uh, wat ik overhoud om mijn huur en elektra, gas en water, alles waar je van moet leven. Hè? Dus wat ik binnenkrijg is 1100 euro in de maand. Uh, daar kan ik mijn feestje van gaan bouwen. En dat lukt prima. Maar dan kan ik niet een boete in mijn nek krijgen van 200, 300 euro. Ja, ha, 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 halleluja. Dus ik naar mijn Iraanse collega en zeg, wat doe jij dan? En zei ze, ja, maar is, ik, 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 ik ga er van het weekend wel eentje zelf naaien. Ik zei, nou, wil je van mij ook eentje naaien dan? Nou, dat lukt het dan niet. Toen mijn eigen mondkapje dinges gemaakt, is belachelijk. En toen zei de buschauffeur, dat is geen mondkapje, dat is een sjaal. Ik zei, nee, dat is een mondkapje. En dan moest ik opstaan. Dan moest ik de buschauffeur naar de achterkant van mijn sjaal, tussen aanhalingstekens. Dat was helemaal geen sjaal, dat was een audio, ik, dat lang verhaal. <tiek> het paste precies. En aan de achterkant met de rubber, zat er een knoop. En dat, dat zat lekker. Ja. Dat zat niet in de weg, ik kon er prima door ademen. Maar dan krijg je gezeik met zo'n buschauffeur. Die zegt, nee, dat is geen... zit er niet uit in Zijn een mondkapje. Ik vertrouw de boel niet. En die zet de hele bus stil. En er zitten allemaal collega's om wat te wachten op die sukkel van een perrie. Dat moeten we ook niet hebben. Dat ontdekte. En dan ging ik naar mijn Marokkaanse collega. En die zei, nou, dit is heel makkelijk. Dit is op de Vrijdagmarkt. Dat is bij jou om de hoek. Die wijven, die kennen mij. Hè? Die weten waar ik woon. Dus. Bij jou in de hoek en daar zit die ene steent en die en de, 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 die. En daar kan je er eentje kopen voor 3,50 euro of zoiets. Kijk, zo doe je dat. Ja. En wat kies je dan? Nou, je kiest een dessin. Dus niet een, een beeld. Dus niet, daar, daar mag geen boodschap op staan. Het moet een dessin zijn. En het liefste bloemetjes. Of dingen of tekeningetjes die daarop lijken. Het is vrolijks. Niet de mathematisch. Daar gaat het niet om. Ik, het woord wat mij te binnen schiet is Kashmir. Hoe ze dat in Kashmir. Kashmir is een streek in India. Hoe zouden ze daar een mooi mondkapje maken. Met zo'n ja, bloemetjes. Dat is het. En zo pas jij je aan. Want wat is dat nou? Als jij niet snapt in welke wereld je leeft, dan moet je die film gaan kijken van Ridley Scott. En die heet Alien. In de hoofdrol is Sigourney Weaver. Zij is het kutvijf met een poes. Of niet? En jij bent de alien. En dan moet je die film nog een keer kijken. En dan krijg je medelijden met het kleine alientje. Die moet zich helemaal in zijn eentje redden. En niemand heeft medelijden. Want even niet toch alles? Ja, precies. Nou, zo ben jij bedoeld. Laten we eerlijk zijn. Ja. En zijn mensenkinderen geslaagd in het totaal vernietigen van hele grote dingen? Ze? Nou, niet echt. Ze kleine stukjes. Dan wordt er weer een stukje hier vernietigd. En ik denk ik: Oh, wat mooi. Het wordt vernietigd. Oh, wat fijn. Ja. Maar er is een klein stukje daar. En dan groeit het weer dicht. Wat is er voor een tuin, man? Wat is er voor een tuin, man? <laughs> hey, als je wil snoeien, dan moet je dat doen. Voor eeuwig. He? Het is gewoon herhalen, een vast patroon. En dat herhaal je en je snoeit. Christus heeft gezegd: Als jouw hand jou niet bevalt, jou hak hem af. Als je oog je niet bevalt, ruk hem uit. Wat, wat doe je nou moeilijk? Wat is het probleem? Ja, laten we allemaal een beetje homo zijn. Aardig doen tegen elkaar. Vriendelijk en begripsvol. Ook naar christenen AUB. Kijk, de meeste christenen die gaan op zondag naar de kerk en die zijn net te gek. Ja, maar die mensen op mijn werk, waar ik de toiletten voor maak, die, die zijn ook net gek. En daar, doet, daar probeert iedereen zo aardig mogelijk tegen te doen. Nou, dan kan je ook tegen die christenen die op zondag naar de kerk gaan, die zijn knetter gek. Die kan je ook heel aardig tegen doen. Ronaldo. Oh, Een dagje te laat. Wat maakt het uit? Hè? Ja, laten we eerlijk zijn: op zaterdag ga je naar de kerk natuurlijk. Op zaterdag is er, wordt er niet gewerkt en is er één groot feest. En dan hangen we allemaal achterover op tuinbankjes en dan werken we niet. We laten onze kinderen spelen. En we werken niet. En dan kan je dus een prima moment om, voor iemand om op te staan en te zeggen... ...ik ga iets voorlezen uit Matthäus 6. Dat is een uitstekend moment. En dat doen we op de Sabbat. En niet op de zondag. Dus al die protestanten-christenen die op zondag naar de kerk gaan... die zijn knettergestoord en erachter reed. Die zitten te zeiken, die protestanten. Maar ja, die katholieken die overtreden het tweede gebod van Mozes. Ja, stop het in je eigen bibs, jongen. Al die protestanten, die overtreden het gebod van de Sabbat. Nou, als je als protestantengemeente de Sabbatgebod van Mozes mag overtreden... dan moet je ook niet zeiken dat die katholieken allemaal beelden gaan maken van Maria. Dat heet de pot verwijt de ketel. Ik vind woede als theatervorm, dat heeft wel wat, hè. Ik heb veel geleerd van Alex Jones. Ik ben een groot bewonderaar van Alex Jones. Ik, ik heb gefantaseerd dat ik voor hem zou mogen werken. En dan krijgt hij me toch een website? Alleen Alex Jones heeft duidelijk gemaakt dat als hij merkt dat een van zijn personeelsleden alleen maar tabak rookt, dat hij dan al. Whoop, has left the building. Dat, ja, ik, zo wil ik niet voor je komen werken, Alex. Dat is de enige reden geweest. Voor de rest had ik in Austin gezeten, in Texas. Als hij daar een beetje relaxed over had gedaan. Had je nou een prison planet uh, systeem, jongen? Godverdomme. Met Unix eronder, hè? <laughs> Gewoon uh, Radio Auschwitz. <laughs> Ik denk dat dat mijn nieuwe station gaat worden. Radio Auschwitz. Want <laughs> dat maakt niet meer uit. Wij zijn allemaal gevangen. Echt, we zijn gevangen. Doe niet zo mal. We zijn gevangen. Zee, je mag blij zijn dat je vrouwtje niet als eerste geneukt wordt door de prins. Zo was het vroeger. Zodat je, dan kwam het huwelijk kwam eraan. En dan kwam de prins kwam even langs. Het principe. En die uh, paalde je vrouw. En dan mocht jij kijken of jij kon winnen. Maar je vrouw werd eerst gepaald door hem, dan mag jij eroverheen. Dan kijken wie er wint. Wiens zaad is het snelste. En dan de prins krijgt een voorsprong, want die mag als eerste spuiten. Dan mag jij erachteraan spuiten. Kan ook helpen, kan ook helpen. Het blijft een gokje, dit, uh, wiens kind is het? Is het het kind van de prins of uh, van jou? Kijk, die tijden waren er ook. En dat is nou een stuk makkelijker. Want die wijven zijn zo aan het zeiken. Dat de meeste gozers inmiddels in de gaten hebben. Dat het leven ook aangenaam mag zijn. En dat je niet de hele tijd hoeft te luisteren naar het gezeik van die wijven. Die weer wat nieuws willen. Want er is een museum open. En dan moet jij voor die auto's zorgen. En die wijven. Die... Je moet die wijven op een afstand houden. Dat is wat ik vind. In deze maatschappij. Waarin iedereen gek is, En mondmaskers draagt. Met uh, de tanden dingen erop en eh. Uh... Ach man. Ik snap het echt niet. Man. Stel dat je homo's. En zo zou jij er ook over moeten denken. Gewoon lekker relaxed. Wat, wat doet het er allemaal toe? Man? Zorg ervoor dat je moeder trots op je kan zijn. Dat je die mogelijkheid uh, opent. En dat je een moeder hebt die uh, dat vermogen niet heeft, dat maakt geen donder uit. De moeder van mijn kind is een verhaal om je te bescheuren. Dat moet er een keer uit. Nou, het was zo. Ik woonde in de Spijkerbuurt in Arnhem. En daar was op loopafstand een kinderdagverblijf vlak bij het spoor. Dus midden in het groen. En wij woonden daar, ja, dus vlakbij. Dat werd dan. En wat bleek nou? Op weg naar het kinderdagverblijf. daar kwam je langs een lagere school. Of hoe heet dat tegenwoordig? Primair onderwijs. Locatie. En daar stonden altijd, als ik mijn dochter had weggebracht. Echt altijd, hè? Stonden daar vrouwen met hoofddoeken. Die hadden hun kinderen weggebracht. en die bleven nog even kletsen. Allemaal vrouwen met hoofddoeken. En later hoorde ik dat op die school. dat die was door de gemeente aangestuurd. ingericht op het opvangen. Van kinderen van probleemgezinnen. Ar armoedige gezinnen. Heroïneverslaafde ja, moeders en. Je kent het wel. Kinderen die bij opa en oma wonen. Ja. Nou Toen moesten wij een school kiezen omdat het kind niet langer, uh, ja, dan moet je met je, met je vierde jaar mag het naar school. En dan ben je van die kosten van het kinderdagverblijf af. Want het kost wat, hè. Dus de, de moeder die werkte dan. En die beurde 1300 euro of, of 1100 euro, zoiets. En ah, dan gaat 500 euro van naar het kinderdagverblijf. Hè? Dus zij verdiende effectief niet zoveel, hè. Ze gaf 40%, 30% van haar inkomen uit aan het kinderdagverblijf. En zij dacht: van, ja, dat betaalt Perry wel. En dat was ook zo. Het punt is: die moeder van mij. die, 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 die de moeder had moeten zijn. Die, die niet functionerende entiteit qua moleculen. die denkt dan dat ze dat allemaal maar mag. Ja, dat kan ze wel denken. Maar dat verandert de werkelijkheid niet. Hè? Ja, die lagere school. die wilde ik bezoeken. En later bleek dus dat ze daar een speciaal programma hadden. wat gericht was op positieve stimulatie. Dus geen enkele negatieve stimulus. in wat voor gedachten nou ook. Dus er wordt niet gemopperd, er wordt niet gedreigd... er wordt helemaal niks tegen die kinderen. Wij gebruiken de vijf wegen. Heb ik le Daar had mijn dochter naartoe gemoeten. Het is iets dichter bij huis. Nou, en dan... Daarna gaat het stedelijk gymnasium van Arnhem verhuizen... En jawel, nog iets dichter bij huis. Het stedelijk gymnasium. Dus mijn dochter had naar het kinderdagverblijf gekund. Op loopafstand. Heeft ze ook gehad. Hè? Dan naar de lagere school. Dat mocht dus niet. En dan naar het gymnasium. En alles op loopafstand. Toen ze klein was, moest ze heel ver lopen. En toen ze ouder werd, hoefde ze niet zo ver te lopen. En toen werd ze nog ouder en dan was het nog dichterbij. Alles verpest door die moeder. En wat gebeurt er dan? Die moeder die wilde bij de pabo gaan. Want mijn dochter had dan een buurschooltje toegewezen gekregen van haar moeder. En die hadden echt een klote gebouw. Echt walgelijk. En dan moest mijn dochter naar dat walgelijke gebouw. En... Oh man. En allemaal tuigingen in de rondte. De, de, mijn dochter die was acht en die vroeg aan mij: Pap, wat is een condoom? En ik denk: WTF. Wat is dit voor een vraag? Ah, er was een condoom gevonden op het schoolplein. En dat was een heel tumult. En mijn dochter wist niet wat een condoom was. Ze wist alleen dat woord. Wat is het dan? Ze hebben een condoom gevonden. Hebben, Papa, wat is dat? Ja, dan moest ze naar die school, snap je? Ja. Ja, zie er maar eens achter te komen wat de aard is van idioterie. En hoe dingen zo mooi toevallig in elkaar schuiven. Want madame wilde dan naar de pabo en toen kreeg ze een stageadres toegewezen. Mocht ze niet kiezen, want het onderwijs en personeel zit niet te wachten op stagiaires. Daar zijn afspraken over, zoveel stagiaires per periode en niet meer AUB. We hebben het al druk genoeg. Dat snap je toch wel? Nou dan. En toen moest zij uitgerekend naar die school waarvan zij niet wilde dat ons kind daar naartoe ging. Want daar hadden ze die positieve stimulatie techniek. Ja, ik, ik hou je niet voor de gek. Dit is woord voor woord wat er gebeurd is. En vul dat maar in. Hoe dat werkt met de gedachten van de kwaadaardige mens. Die maakt alles kapot. Dat is uh, hoe wij zijn en dan op een vervelende manier. Want je krijgt alles kapot. En jij ook. Hey. Wij kunnen hele gebouwen in elkaar laten storten. Oh, Piggy, net als met 9-11. Ja, maar dat was met de magnetronwapens. Ik heb gisteravond even gesproken met iemand die het ook snapt. Weet je, een magnetron dat is een wapen. Wist je dat? Als je iemand in een magnetron stopt. Nou, je moet een grote magnetron hebben. Maar je doet iemand in een magnetron, die drukt op een knop. 15 seconden is hij dat. Die gaat van binnen koken. En dus dat overleef je niet. Bij een magnetron zit er dus ook bij dat, dat raampje waarbij je naar binnen kijkt. Er zit een gaas over. Of niet? Dat gaas is van metaal. Dat is een kooi van Faraday, heet dat. Het neutraliseert de straling. Nou, als je straling kan neutraliseren, dan kan je de straling ook. Centreren, lijkt mij. Als je weet hoe het werkt, dan centreer je dat. En als je er dan vijftig hebt, van nou, wat is een magnetron, hoeveel wat? Hè? Dan doe je zoveel wat, full pressure, dingen, en dan vijftig tegelijkertijd. En dan gebundeld op één punt. En dat zegt dat punt en zegt boem. Wedden. Ja, mijn vriend, die, die had het er gisteren over. Hij is, zijn broer die werkt voor electronic artists. Die EA, game industry. En hij zelf is een uh, knutselaar. Is een non-profit per definitie. Ja. Dan maken we dat toch. Maar wat wil je nou uh, kapotmaken eigenlijk? Wat je wel kan doen, is dat je het laat zien. Op YouTube. Hoe het moet. Een magnetron is een wapen. Met elektra. Dus het, is, het enige wat je nodig hebt. is zoveel joule. aan elektrische energie. in een accu. En druk je op een knop. en je zit. poef. Dat zeg je juist. En dan poef. Dat kon je toch zelf ook bedenken? Er waren. kookboeken. in de jaren negentig. met de titel Koken. Met de magnetron. Ik denk, gadverdamme. Dat doe je dus niet. Dat vind ik dus niet kunnen hoor. De, serieus. Ik ga niet koken met een magnetron. Ontdooien. Dat kan prima. Je Melk opwarmen voor de koffie. Dat gaat uitstekend in een magnetron worden. Dus een pliep, ploep, klaar. Voor de rest is het aan wapen. En het is, denk ik, ja, uh, ja, ik ga stotteren. De, de, bestudeer die techniek. Snap je? Het is niet, helemaal niet moeilijk, namelijk. Als je het snapt, dan zie je het in. Het stelt geen geest voor. Het is een magnetron. Er zit een magneet in. En die draait in de rondte. En... en creëert een veld. En, en alle watermoleculen die gaan enorm vibreren. En dat geeft hitte. Het is een elektrisch, is een elektrisch vibrerend veld. En dat kan je bundelen. Ja. Natuurlijk kan je dat bundelen. Wat denk je nou? Je kan het tegenhouden, je kan het bundelen. Het punt is, uh, ja, hoe krijg je 50 van die magnetronbundels uh, gecoördineerd, uh, gericht op een 3D-punt? Nou, dat is een kwestie van software, dacht ik. Met uh, servo... Motoren. <middels> Bank. Ja, ja. Dat ik het even weet. Zoals dus wij wapens nodig hebben. Dat, uh, ja, iedereen heeft een magnetron. Inleveren bij de militie. En dan wordt er zo'n magnetron-ding-eenheid-unit uh, op een dak groot ergens gezet. En. Het ethernet. Iedereen offert het maar een stuk dakgoot op, en dan hebben wij oh, genoeg wapens en iedereen poef. Een handig interfeestje. Ja. met je vingers een beetje daar, ja, boink. Wij zijn niet machteloos. Dat is nooit zo geweest. Wij, wij worden onderdrukt en dat komt omdat wij ons laten imponeren. Met corona, bijvoorbeeld. Of de aanslagen van 11 september. En de aanslagen van 11 september, daarbij moet je heel sterk denken aan zo'n magnetronwapen. Vibrerende magneten dingen gebundeld. Ik denk het wel. Maar wat maakt het uit? Wat uitmaakt is: kunnen wij zelf een magnetronwapen maken? Wat kost een magnetron? Ja, 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 gaan er gaan zoveel uh, oude vrouwtjes gaan dood. En die hebben een magnetron. Ja, wie wil deze magnetron? Ja, inleveren bij de militie. En die sloopt hem uit elkaar. En dan een beetje 3D printen maar, ja, rubber of zo. Waterbestendig. Ja, richten die handel. En een beetje proefnemingen nemen. GPS-dingen erin. Ja. Kijk, de software is klaar. Dus over mij heb je niet te zeiken. De software is er allemaal. Hoor. Programmeertalen, het sterft ervan, man. En een hele goede ook, hè. Echt een hele goede programmeertalen. Dus wij zijn niet machteloos. Wij worden geïmponeerd... Met een dreiging. Die koning Willem-Alexander. Ja, wij moeten ons klaarmaken voor een grote externe dreiging. Waar heeft die gozer het over? Behalve het feit dat ik zijn vrouw echt niet wil neuken. Hij mag zijn vrouw hebben. Het is een enkel probleem voor mij. Ik ga aan dat project niet beginnen. Zo'n vrouw die zegt, er is helemaal geen Nederlandse cultuur. Ja, ja, zo'n dombo in je bed? Nah, nee, ik, ik, nee dus sorry hoor, man. Ook visfukken niet. Het Dat... nee. is een genadige vorm van seks. Ik weet het, ik heb het gedaan, ik heb het uh, geoefend en toegejuicht en uiteindelijk zei ze, nou, nah, nou, nah, kan je nog een keer? Ik zei, meisje, mijn rechterarm is lam. En waar is de vodka? Nou, zei ze, jij bent ook zo'n seurnaus. Hey, ik heb goede seks gehad. Met de juiste mensen. Ja, ja, ja. Laten we allemaal opgelucht zijn, want er is helemaal niks aan de hand. Er zijn coronamaatregelen. Nou en? Wat, wat, wat is het nou weer je probleem? In Auschwitz Dat ze ook aan de linkerkant met een orkestie hoor. Dan kun je een beetje swingend binnen. Ja, dat. da da, da, da. Arbeid macht vrij Toedeludo. Arbeid macht vrij. Arbeid macht vrij. En we marcheren door. En hoi, frikandellen. In Auschwitz hadden ze een eigen munten. Het was een kwestie van werken en dan kon je zelfs tabak. De kinderen hadden ook speeltuinen. Er was een zwembad. Ja, Auschwitz staat bekend als een van de beste. Vooral met een zwembad. Auschwitz was luxe. In het bierkanaal had je geen zwembad, dacht ik. En in Bergen-Belsen ook geen zwembad. En in Theresienstadt kan ik me ook niet herinneren dat ze daar een zwembad hadden. Heb je nog meer? Ik vind het ook zo'n test. Hè, dat je aan iemand vraagt. Noem alle. Uh, noem zoveel mogelijk namen van concentratiekampen. Boegenwoud. <hahaha> Weer een gevonden. Berg belsen had ik al. Mm. Eigenlijk moet je Kamp Vught ook rekenen. Tot de concentratiekampen. En dat daar bij Assen. Was ze later zo'n satellietstation hebben neergezet. Om het goed te maken. Was een wie goed mag. Maar daar zat ook een concentratiekamp. Bij Dren in Drenthe bij Assen. Ja, 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 ja. Maar al die andere tragenstad, Boegenwald. Er zijn er veel hoor. Meer dan 30, dacht ik. Ja, ja. Kijk, ken je geschiedenis en, uh, en hou je vast aan het credo, aan de uitspraak, aan het geloof, aan de eet van Artie Schopenhauer. Die luiden: het allerergste komt nog. Dus maak je geen zorgen. Het wordt echt nog veel erger. The worst is yet to come. Het wordt nog echt veel erger. Zolang ik nog hier in Arnhem Aziaten met een mondkapje in de rond zie lopen, dan denk ik, ja, wat doe je dan? Nou rot op naar Azië? Als je bang bent om hier besmet te raken, ga terug naar Wuhan. Of niet? Ik wil geen enkele Aziat hier in Europa met een mondkapje zien lopen over straat, terwijl dat helemaal niet verplicht is. Kijk, het personeel van de Albert Heijn, die moet ermee lopen. Laat ons... Hè? Kom ons niet lastigvallen met je Aziatische kop. Met een mondkapje ervoor. Op publiek terrein in de buitenlucht. Een beetje. Gadverdamme, rot op naar Wuhan. Nou, ja, serieus, ik moest er even uit. Ga terug naar waar je vandaan komt. Laat ons met rust. Ga ons niet een beetje angst aan lopen jagen. Een mondkapje moet in de bus. Om tien uur moeten wij van de terrassen af. En we hebben geen Aziaten nodig die ons nog meer angst aanlopen, jagen. Want de maatregelen zijn eigenlijk niet streng genoeg. Want je moet ook als je over straat loopt in een mondkapje lopen. Rot op met die Aziaten. Kijk, ik ben Germaans. Ik ken alleen strijd. Voor de rest interesseert het me helemaal geen donder. Dus ik ga niet dood in mijn bedje. Dat beoog ik niet. Ik ben, denk ik. Germaans gesproken wapensmet. En die strijden: die, 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 ja, de, tussen, je hebt die strijd, 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 strijd en dan gaan allemaal mensen dood. En dan gaan allemaal Germanen. Zo, en je hebt dus degene die dan doodgaat zonder dat er eigenlijk een strijd is. En dat is de wapensmet. Oh jee, de wapensmet is dood. Snap je? Er is een mooie uitspraak van Erdogan, van Erdogan, die, die katholieke ja, wereldorde figuur. Zo'n broertje of neefje van Gorbatschow, denk ik. Een verre relatie. En die zei: woorden zijn als een zwaard. Daar heeft hij gelijk in. En ik ben maar ik. Bij mij maakt er helemaal geen wonder uit. Ja, ik ben geborgen. Ik vind heel vervelend om aan iedereen te moeten opwiechten... dat aan mijn leven tot nu toe... ja, tot nu toe, tussen aanhalingstekens... tot nu toe is er niks mis mee... Iedereen kan me rug op. L'enfer, les autres. Gewoon relax zijn. En het is vandaag sabbat, dus ik mag niet eens werken. Nee, ik mag alleen maar tevreden zijn. Ja. Nee, dat is leuk voor jullie, ja. Een beetje tevreden zijn met je eigen leven. Dan dus zat ik je er echt niet op te wachten, dacht ik. Of wel? Ik heb zo'n mooie preek gehad hebben zo'n protestante gozer. En hij was goed, jongen. Dat was tijdens de begrafenisplechtigheid. Stop die gozer onder de grond. Nog twee pepermuntjes gekregen van een, de, een nicht van de moeder van mijn kind. Vooral die tweede, dat vond ik heel aardig. Dat, dat ze in de gaten kregen van, oh je pepermuntjes op. Nou, dan, weer, dan denk ik nog wel één. Een. een lief mens. En die prediker ook zo, van... wat doen jullie hier op een dode begrafenis? Wat is hier aan de hand? Zijn jullie nog in leven? Of zijn de doden de doden aan het begraven? Ja, die kwam aan. Ja. Gewoon rammen. Dat is wat de, de priester moet doen. Met de zweep eroverheen. Stel ik Want laten we erbij stilstaan. Je hebt leven. En voor de rest heb je helemaal niks. Of wat, dacht ik. I. En dan is de vraag: wat is leven? En Christus zei: ik ben de waarheid, de weg en het leven. Nou, stop die gozer bij de snelweg onder de grond en uh, neem fatsoenlijk afscheid en dan zit deze dag er weer op. Want iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Geweldig. Zo terecht, hè? Geen, geen medelijden. Geen medelijden. We rammen met die handel. Een beetje komen zeuren op een bravenis. Wie is er nog in leven? Ja, of moeten we jou vandaag ook begraven? Dat vind ik zo oké, okay, hè? Ja, Nastravian. Dat betekent proost. Ik begin het leven steeds uh, grappiger en vrolijker en duidelijker in te zien. Het bevalt me steeds beter om in leven te zijn. En ik heb zelf de wens dat als ik dood ga, dat ik dan zeg uh, meer culpa, meer culpa, meer culpa, meer maxima culpa. En dan mag ik terug. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dan, dan doe ik het nu wel goed. Heb ja, je? Dat is, dat is geen spijt of zo. Ik heb helemaal geen spijt. De spijt is voor dieren. Ik heb geen spijt. Ik denk alleen, nee, alleen moet je weglaten. Ik denk, ja, maar gaat verzakken. Die dat, dat had ik anders gedaan. Dat had ik anders gedaan. En dat ook. En dat ook. En dat ik erboven kwam helemaal uitgeheigd. Hè. Oh, nou het leven zit erop. Hè. En uh, ik dacht zelf, hè, uh, kan ik eventjes. Want ik heb nu allemaal gedachten. Allemaal gedachten in mijn hoofd. Hè, en en, en als, mag ik terug. Oh, nog een keer. Oh, overnieuw. Ik wil helemaal niet naar de hemel. Daar hoor ik niet thuis. De hemel is saai. Punt. De hemel is perfect. Ik, ik wil niet naar de hemel. En ik heb ideeën. Dat is het leuke aan de aarde. Alles is fout. Alles de hele zo, die deugt niet. Die terministen die zeggen ja, je had een oersoep en toen kwam er orde. Ik zeg nee, je hebt een oersoep en stomme vrijmetselaars. Laat me terug, laat me terug. Ik neem ze te grazen. In mijn eentje. En dan zeg ik dan tegen God. Hè? Maar, laat me naar me gaan, laat me naar me gaan. Ik zal je niet lastigvallen. Echt niet, echt niet, echt niet, echt niet. Mag ik nog een keer? <laughs> maar dan wil ik wel weten wat ik nu weet. Alsjeblieft, alsjeblieft. <laughs> ja, zo denk ik over het leven hoor. Ja, sorry hoor, Ik hou van mijn biertje en mijn sigaartje. En... Ik kijk naar mansende meisjes en ik denk, ik kan beter dansen dan jij. Ja. Dat denk ik dan. Maar uiteindelijk krijgen zij gelijk, want ik word zo oud en dan kan ik niet meer dansen. Ja. Je moet het grappig zien. Serieus, want je kan die soep zo niet oplossen. Echt niet. Dat, dat is niet mogelijk. Er is een protestbeweging geweest. Die heette de, de Witte Roos. Die werd aangevoerd door een vrouw. Die is opgehangen. Dus dat moet je niet doen. Dus je, je moet geen protest doen tegen de, ja, de, de kerk. Zo moet je zeggen. Het huis. Je hebt het huis, de kerk. De kerk is het huis. Dat is wat ze... Dat is Babylon. Geen protest tegen Babylon. A.U.B. Tot de volgende. Die wordt ook heel interessant.